Hoi allemaal, de zomer is er eindelijk, of in ieder geval, dat hopen we dat hij nu blijft. En het warme weer en dat betekent dat je voetjes weer het daglicht gaan zien. En vandaag wil ik je laten zien hoe ik, of eigenlijk vertellen hoe ik mijn voeten, zomer klaarmaak. En ik heb hier al ooit een keer, jaren geleden, veel slechtere kwaliteit, een filmpje van opgenomen. Zeg maar echt hoe ik het letterlijk doe. Dus als je dat wilt zien, kijk even. Er zijn wel een aantal dingen veranderd. Ik zal hem, als ik hem nog kan vinden, hieronder even linken. Maar er zijn wel een aantal dingen veranderd, maar de basis blijft hetzelfde. Eelt verwijderen, droge plekjes verwijderen, of in ieder geval droge plekjes hydrateren en nagels lakken. Dus vandaag ga ik je vertellen wat daar voor mijn favoriete producten zijn eigenlijk. Wat ik altijd doe is, ik heb op zich niet heel erg veel eelt. Ik heb vooral heel droge voeten, maar ik heb natuurlijk ook wel wat eelt. Dus wat ik daarvoor tegenwoordig gebruik is dit ding. Dit is de elektrische harde huidverwijderaar van Kruidvat. Je hebt dit ook van Feet of Scholl of allebei. Alleen deze is veel goedkoper en ik vind dit ding fantastisch, werkelijk waar. Wat je normaal gesproken, wat ik vroeger deed, dat zie je ook wel in dat filmpje, is ik gebruik zo'n eelt ding. En dit heeft een wat grovere kant en een wat fijnere kant. En daarmee begin je met de grove kant en dan ga je naar met de fijne kant en dan zijn je voeten weer zacht. Dan doe je dus in ronddraaiende bewegingen over het eelt heen. Maar dit doet het harde werk voor je. Dit is als een soort schierapparaat en je hoeft alleen maar, kijk, als je hem aanzet dan gaat hij draaien. En als je uitzet, dan weer niet. Maar je hebt hier ook een grove en een fijne korrel in zitten. Ik gebruik eigenlijk altijd de fijne, omdat ik dus niet heel veel eelt heb. Dus wat ik doe, ik ga met de fijne langs mijn hielen en langs andere plekjes waar ik eelt heb. En dat doe ik op droge voeten. Ik doe het vaak wel na het douchen, maar wel als mijn voeten echt goed droog zijn. Anders werkt het niet goed, vind ik. Dus als ze echt goed droog zijn, maar dus wel lekker wat zachter zijn door het douchen. En dan haal ik het eelt eraf. En dan doe ik vaak ook nog even een scrubje. Ik heb nu deze, de Kruidvat Voet Scrub Creme, Voet Spa, verzacht en maakt glad. Walnoot peeling. Vind ik prima. Ik heb eigenlijk hier niet echt een voorkeur van. Waar ik wel echt een voorkeur van heb, is de crème die ik daarna gebruik. Dus als ik mijn voeten lekker heb gescrubt, eerst heb ik het eelt weggehaald, dan lekker scrubben. En dan is dit mijn favoriet. En dit is de Hansaplast Food Expert Anti-Eelt met 20% urea. En dat is volgens mij het belangrijke ingrediënt. Alleen, ik was laatst bij de Kruidvat en toen zag ik hem niet. Dus ik heb nu even tijdelijk een andere meegenomen. Dit is wel echt mijn favoriet. Ik smeer dit dan lekker op. Dan doe ik er een paar sokken overheen en laat ik het lekker een tijdje intrekken. Het liefst doe ik het voor het slapen gaan. Smeer ik lekker mijn voeten in. Lekker dik, sokken eroverheen. Het is niet heel lekker met warm weer, maar je hoeft het niet heel vaak te doen. En ik doe ze op een gegeven moment, als ik eenmaal, weet je, in mijn slaap trek ze vaak alweer uit. Maar dan zijn ze heerlijk zacht. En deze vind ik echt heel fijn en dit doe ik wat vaker. Dus wat eeltverwijderen doe ik één keer in de paar weken. En dit doe ik dan, zeg maar, in de zomer ongeveer elke week. Maar ik moet zeggen dat ik het ook heel vaak een beetje vergeet. Maar dan zit je ineens weer ergens en denk je, oké, ik moet duidelijk even mijn voeten insmeren. Want bij mij wordt het gewoon heel droog. Het is een beetje zo'n gekraakte huid, zeg maar, hoe zeg je dat? Gebarste huid. Nou, dit barstje is wel heel wild, maar meer je ziet dan van wat witte kraks. Als je wat hoort trouwens, dat is onze kleine man die in slaap wordt geprobeerd te brengen door Sven. Vandaar dat ik ook hier film in plaats van in zijn kamer. Maar dit is dus een hele fijne en dit is dus met 20% urea. Dit vind ik echt een toppertje. Maar ik heb dus nu deze. En dit is de Kruidvat Klovenzalf. Hydrateert de huid. Bij droge, ruwe en gebarste. Dat is het wat ik zocht. Gebarste huid. Ik zal eens kijken of hier. Ja, hier zit ook urea in. Alleen, hij staat wel vrij bovenaan de ingrediëntenlijst. Maar er staat natuurlijk niet bij hoeveel procent dat is. Maar het is wel. Deze is ook prima. Maar die ander werkt echt wel echt een stuk beter. Maar dus nu gebruik ik deze wel een stuk budgetvriendelijker. Dan, als ik dat allemaal gedaan heb, dan zijn mijn voeten er eigenlijk klaar voor. En dan is nog tijd voor mijn nagels. Ik heb eigenlijk altijd wel gelakte teennagels. Dat is vooral omdat ik mijn kleine teennagels zijn niet echt dat je denkt, is het een nagel, is het geen nagel.
En als ik daar lak op heb, dan zie je dat niet. Maar anders dan vind ik dat gewoon niet mooi. Ik moet zeggen dat ik eigenlijk het hele jaar door een subtiel lakje op heb. En mijn favoriet daarvoor is deze. Dit is de, ik heb nog heel veel gebruikt. Dit is de Golden Rose nagellak in. Misschien is het gewoon Golden Rose. Is dat gewoon de... Ik heb geen idee waarvan die is. Maar dit is een zacht roze kleur met een gouden glansje. En wat ik fijn vind aan deze is door de subtiele glittertjes die erin zitten. Subtiel, met hoofdletters subtiele glittertjes. Heb ik het gevoel dat die beter blijft zitten. Sorry voor het gehuil. Ik hoop echt niet dat jullie er altijd veel last van hebben. Oké. Ik denk dat hij nu slaapt. Wat ik was aan het zeggen. Dit nagellakje dat heeft dus een klein subtiel glittertje erin zitten. En juist door dat glittertje heb ik het gevoel dat die... Je weet al dat glitternagellak, dat is altijd hopeloos om van je nagels te krijgen. En deze heeft echt, nou het is bijna niet te zien. Maar het is een heel klein glittertje waardoor ik het idee heb dat hij langer blijft zitten. En omdat het een super naturel kleurtje is eigenlijk, zeker van afstand. Want ja, dat geeft gewoon een mooi glansje en een heel klein beetje subtiel roze. Maar die draag ik eigenlijk altijd. En als het dan echt zomer wordt, dan ga ik vaak voor een kleurtje. En daar heb ik verschillende... Even. Ik heb hem al even niet gebruikt, want geen zomer. Je mag nagellak trouwens nooit niet schudden. Ik weet niet of iemand dat wel, of jullie dat wisten, maar nagellak mag niet schudden, je mag het wel rollen. Een van mijn favoriete, zeg maar, zomerse teenlakjes, die ik ook wel gewoon gebruik. Oh, hij is weer wakker. Dat is de Essie Tarte Deco. En dat is een beetje een koraalroze tegen het oranje aan kleur. En die is echt fantastisch, zeker met bruine voeten. Is dat mijn favoriete, een van mijn favoriete kleurtjes op de nagels. En daar lak ik twee laagjes mee. En gelukkig blijft de teennagels altijd vrij lang zitten. Het is niet mijn hobby om mijn teennagels te lakken. En mits vindt altijd die dingen die dan... Ik doe dan van die teendingen tussen mijn tenen. Zodat mijn tenen gespreid blijven. Mits vindt die dingen fantastisch. Die gaan een soort van achter me aanrennen. Dus dat. Dat is eigenlijk wat ik doe om mijn voetjes zomaar klaar te maken. Ik zal de video dan even hieronder nog linken. En... Ik heb gewoon deze kleur op. Maar ik denk dat ik, als het weer zo blijft zoals het nu is, dan ga ik zeker voor de fellere kleuren. Nou, soms doe ik ook roze of iets anders. Maar ik vind ook zo'n basiskleur altijd makkelijk, want het past ook bij elke schoen en bij elke outfit. En zeker met een kleintje heb ik geen zin om elke dag mijn nagels te lakken natuurlijk. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik ben heel benieuwd wat jouw favoriete eeltcreme zeg maar, is voor droge hielen. Laat het vooral even weten in de comments. Want ja, ik hou dus van deze, maar ik zag hem dus niet meer. En het was ook niet echt een lege schap. Dus of Hansaplast het niet meer doet. Ik hoop van wel, want I love this. Dat was het. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Super bedankt weer voor het kijken. En geniet van het weer. En ik zie jullie snel. Doeg! Het is een super gepigmenteerde blush. En hij ruikt een beetje een aardbei of zo. Weet ik niet.